Daar zitten we dan. Na bijna 6 jaar YouTube en 10 jaar plus Minecraft. Ja jongens, ik stop met Minecraft en dat heeft heel veel verschillende redenen. Dus ja jongens, ik stop ook bij Seox. Ik ga veel verschillende dingen in deze video uitleggen. Van Paulusu Exposed tot en met waarom ik stop en hoe verder. Dit is een best wel serieuze video, dus ik hoop dat jullie dit ook even afkijken. Oké, dus we gaan beginnen. Nou ja, waarom ga ik stoppen met Minecraft? Nou ja, een grote reden is omdat ik gewoon Minecraft niet meer leuk vind. Ik kan er wel helemaal leuk omheen draaien. Maar ik ben 9 maanden geleden gestopt met Minecraft eigenlijk volledig. En toen ben ik ongeveer 2 maanden geleden teruggekomen bij Seox. Om daar door te gaan nog even. Nou ja, ik vond dat best wel leuk eigenlijk voor een bepaalde periode. Alleen, toen de server open ging, merkte ik aan mezelf dat ik gewoon mijn motivatie niet meer had. En dat ik het eigenlijk helemaal niet leuk vond om deze community te helpen. En dat bedoel ik niet slecht tegenover jullie, maar dat bedoel ik meer op een manier van... je krijgt heel veel berichten als admin en je moet heel veel doen. Maar ik heb eigenlijk gewoon zin om te chillen. Gewoon even een game te spelen en niet heel de tijd iets aan mijn hoofd te hebben. Ook ben ik 11 maanden geleden begonnen met Red M. En dat is een hele leuke game naar mijn mening. Daar ben ik eigenlijk heel ver mee doorgegaan. Eigenlijk 9 maanden lang heb ik gewoon Minecraft achter me gelaten. Of ja, 9. Nou, laten we zeggen 7 maanden lang heb ik Minecraft achter me gelaten. Ben ik gestapt bij DDG, heb ik mijn stapvideo gemaakt, ging ik hacken. Nou ja, wel een grappig einde. En toen ging ik lekker Twitch streamen. Oh ja, ik was dit vergeten te vermelden in de video. Maar ik heb ook niks te maken met die Danny Exposed video of met die DDG Exposed video. Ik expose geen mensen, want ik weet hoe kut het is, dus ja. Er zitten wel fragmenten in van mij, maar dat is niet via mij gekomen. Ik heb dat ooit wel een keer geleakt. Maar ja, die screenshots, die video's, die staan gewoon ergens op het internet. Daar kan ik niks aan doen. Dus ja jongens, ik ga zeker niet stoppen met YouTube of zo, niet daarvan. Ik ga gewoon door, maar dan in een ander jasje. Nieuwe naam, in het Engels. En noem maar op. Maar ja, echt de grotere reden is dat ik gewoon Red M leuker vind als Minecraft. Ik heb gewoon na 10 jaar geen plezier meer in Minecraft. Het is gewoon, het ligt mij gewoon niet meer. Het is gewoon, ik vind het saai geworden. En ik wil gewoon chillen en een game spelen. Ik wil niet zeg maar zoveel aan mijn hoofd hebben. Want als admin doe je echt heel veel op de server. Het is wel gek na 6 jaar YouTube om te zeggen ik stop met Minecraft. Terwijl je hele kanaal gebouwd is op Minecraft. Maar dat risico neem ik. Het is gewoon dat ik iets wil doen wat ik leuk vind. Vroeger vond ik het zeg maar heel erg belangrijk om relevant te zijn op Mindtopia. En dan wou ik minimaal per video 300 plus views hebben. Nou ja, uiteindelijk ging dat naar 500. Uiteindelijk ging dat naar 1000. En toen zat ik in mijn piek. Toen ging ik naar 1000, 2000 views per video. En ja, natuurlijk hou je dat niet aan. Maar ik wou dat wel aanhouden, want ik wou relevant blijven. Of ja, relevant op een Mytopia manier, om zo maar te zeggen. Nou ja, en uiteindelijk had ik ook echt 50 kijkers average. Op een gegeven moment had ik zelfs 80 average. Nou ja, en dat blijf je willen aanhouden. Maar uiteindelijk ben ik daar overheen gegroeid en dat boeit me dan niet meer. Het zal mij schelen hoeveel views ik haal. Ik heb er gewoon plezier mee. Ik edit een video, ik steek er echt best wel veel tijd in nu. Ik steek echt makkelijk 4-5 uur in een video nu om te editen. Omdat er heel veel clips in zitten en heel veel editwerk in zit. En dat vind ik leuk om te doen. Dat is echt mijn ding nu. En ik hoop dat jullie daar ook voor blijven. Want als je een beetje de tijd neemt in Red M onderzoeken. Als je mijn Twitch streams af en toe kijkt. Of als je even mijn video's checkt. Je ziet wel dat er echt veel actie in zit. En dat het vele betere roleplay is dan 5M. Maar oké, genoeg gepraat. In ieder geval, ik stop. Omdat ik gewoon Minecraft niet meer leuk vind. En omdat ik gewoon een game wil spelen om te chillen. Niet om mensen te helpen heel de dag. Ik ben ook een mens natuurlijk, jongens. Als ik uit werk kom, heb ik natuurlijk geen zin om mensen te helpen. Want dat doe ik al. Het zijn eigenlijk 2 hele normale redenen. Het is niet eens iets speciaals. Oké, jongens. Nu gaan we het hebben over een gevoelig onderwerp. Of tenminste, bij mij ligt het niet meer gevoelig. Ik heb het geaccepteerd. En ik schaam er ook niet meer voor. Een goede 3 jaar geleden is er een Exposed video van mij gemaakt. Nou ja, Paulus Exposed in die video. In die video werd er geclaimd dat ik 18 was. Nou, om alle leugens uit de wereld te halen. Nee, ik was niet 18. Ik was 15, 16 op dat moment. Of op dat moment... in die screenshots was ik 15, 16. Ik loog vaak over mijn leeftijd. Dat kan, dat doet iedereen. Maar ik was op dat moment 15, 16. Nou ja, ik ga ook niet liegen of het nep of echt is. Er zijn echte screenshots tussen. Don't get me wrong. Er zijn best wel echte screenshots tussen. Degene die die video heeft gemaakt is ook iemand wie ik gewoon goed ken nog steeds. Dat is Doei. Ik heb ook geen ruzie met hem meer. Het is in de Kingdom Community tijd gebeurd. Het is eigenlijk heel raar, want ik had ruzie met een groep. Niet eens ruzie. Ik had een eigen kingdom gestart. En hij had dan ook een eigen kingdom. En toen hadden we een fight. Op Alamut. En uiteindelijk kreeg ik een beetje beef met hun. En toen werd die explosie er gemaakt. Dus ja jongens, ik heb er best wel veel spijt van. Ik heb het hele lange tijd niet durven te vertellen. Heeft me ook 3 jaar geduurd.
Met een reden. Omdat ik gewoon, ja, weet je, dat is kut. Als jij op die leeftijd wordt geleakt, weet je, dat is echt kut voor jezelf. Als je nog jong bent. En dan krijg je natuurlijk allemaal dingen naar je gezicht gesmaakt. Nou ja, weet je. Ja, well, yeah, boys. It is what it is. Maar boys, het boeit me niet echt meer. Ik ben overheen gegroeid. Het is gebeurd. Je kan er veel aan proberen te veranderen. Maar het enige wat je eigenlijk kan doen is een video maken uiteindelijk. En ja, weet je. Dat heb ik gedaan, hè? Dat heb ik gedaan. En uiteindelijk weet je, kijk. Ik heb er veel mee gedraaid. Ik heb vaak gezegd dat het nep is. Ik heb vaak gezegd dat ik ruzie met iemand had. Of ik heb vaak gezegd dat ik heb gecatfished. Nou, dat catfish is nog enigszins waar. Nou ja, weet je. Het is al, jongens. Het is gebeurd. Ik was jong. Ik heb ervan geleerd. Iedereen leeft van zijn fouten. En dan maak je jezelf uiteindelijk een beter persoon. Dus conclusie, jongens. Ik was niet boven de 18. Oké, nu ik dat uit de wereld heb gehad. En natuurlijk verteld heb waarom ik ga stoppen. Ga ik wat anders vertellen. En dat is hoe verder. Ja. Wat ga ik met mijn kanaal doen? Nou ja, wat ik eigenlijk al aan het doen ben. Red M content maken. Twitch streamen. Misschien andere games nog maken. Misschien op andere games nog content creëren. Maar ik ga het grotendeels wel gewoon focussen op Red M. Dus volg ook even zeker mijn Twitch. Twitch.tv/Paulus online. Ik ga ook mijn kanaal rebranden. Ik weet nog niet naar welke naam. Maar als jij een goede naam hebt, laat even in de comments achter. Het moet wel iets hebben dat makkelijk is uit te spreken. Want op dit moment, kijk, Engelse mensen kijken mijn kanaal redelijk vaak nu. Alleen het is gewoon heel lastig om mijn naam uit te spreken. Want het is een Nederlandse naam. Zuiverheid. Ja, hun kunnen dan iets zeggen. Dus ik heb even een goede naam nodig, jongens. Maar ja, jullie kunnen gewoon wel echt wekelijks een video verwachten. Of op Red M of op iets anders. Maar wel gewoon echt in het Engels en gewoon andere games, geen Minecraft. Misschien dat ik ooit terugkeer op Minecraft zeg, nooit, nooit. Dan gaat het dan niet aan de kant zijn van of een DDG of een eigen server. Dat gaat meer aan de kant zijn van survival of zo, of een mod of weet ik veel, Skywars. Maar dan wel echt gewoon in het Engels. Dus ja, jongens, dit is ook echt één van mijn laatste Nederlandse video's. Enfin, niet de laatste. Ik zal waarschijnlijk nog wel even een paar Nederlandse video's maken, weet je. Maar dat gaat niet heel vaak zijn. Dat gaat af en toe zijn. Sexlied wist ook wel dat ik stopte, maar ze wist niet dat ik deze video heb gemaakt. Dat heb ik eigenlijk nu gewoon spontaan gedaan, omdat ik me verveelde. En voor de duidelijkheid, jongens, ik ben niet ondankbaar. Ik wil jullie echt bedanken voor wat we hebben neergezet. Ik heb zoveel plezier gehad op Sex. Alleen, ik vond de server opzetten leuker als een server onderhouden. En ik hoop dat David nu ook gewoon even zijn kankerbek houdt, want ik heb niks met DDG meer te maken. Niks meer met deze community. Ik zal waarschijnlijk nog wel even typen in de Sex-chat, niet daarvan. Jullie gaan me wel hier en daar zien. Maar jullie gaan me niet echt meer in calls zien. Of public calls of wat dan ook. Dat was het eigenlijk ook wel. Ik heb niet meer veel te vertellen. Vergeet even niet mijn Twitch te volgen. Te abonneren, te liken. En tot in de volgende video. Maar dan in het Engels. Later boys. Later.